zesde halffinale zijn we onderweg. En dan zien we meteen een mooi startje van Guus Klinken. De bal doet het direct al op die start. Heel goede compositie in alle weken. De bal van de Flying Bikes is daar op een. Lars Jansen op Morkeers, Kiano, Chambon, Thijs Wiesma en Tim Smit zitten er allemaal achteraan. Maar hij is de man die het kan. 2,79, Guus Klinken. Hij kan die winst pakken als hij dit volhoudt. Als hij dit volhoudt natuurlijk. Gijs Winters, de man van de Missing Cross, staat op die tweede positie. Daar heel vlak achter, heel vlak achter. Zit er 2,85 en 2,10. En dat is natuurlijk Mark Rikke en Tim van Essen. Met Tim van Essen zit er even aan. Tim van Essen van Wagenborg daar op die vierde plek die daar al. Misschien gaan ze even binnen door thuis. Om daar door te stuiven naar die derde. Dat doet hij niet, dat doet hij niet. Hij houdt die veilige vierde positie. Maar dat is meer dan genoeg natuurlijk om door te komen in de finale. Ja, deze vier mannen die zijn door.